Fake news, wat is dat eigenlijk? En hoe kunnen we het ontmaskeren? En hoe bedreigend is dat ook? En wat heeft in godsnaam een vergeten groente als pastinaak met fake news te maken? Tim Verheijden legt het ons allemaal van naaldje tot draadje uit. Tim, heel fijn dat je vanavond bij ons bent. Ik zou zeggen, het is helemaal aan jou. Dankjewel Lies, ik ben een beetje verkouden, maak u zich geen zorgen. Het is maar een verkoudheid, ook die dingen bestaan nog altijd. Maar ik hoop dat u mij toch heel goed en duidelijk kan verstaan. We gaan terug naar 6 januari, begin dit jaar. Weet u nog, Amerika en ver daarbuiten staat in rep en roer. De bestorming van het Capitool. Een bond allegaartje van mensen komen samen, aangevuurd door een Amerikaans president, en beslissen uiteindelijk op een gegeven moment om dat symbool van de democratie, van de Amerikaanse democratie weliswaar, te bestormen. In de gangen rond te lopen, mensen te bedreigen en zoveel meer. Aangevuurd door complottheorieën, door samenzweringen, door online leugens, weliswaar ook door uitlatingen die in de echte wereld gedaan zijn, onder meer door een Amerikaans president, maar toch versterkt door die bubbels online, door de algoritmes van de sociale media. Mensen die effectief geloofden dat de Amerikaanse presidentsverkiezingen gestolen waren. Mensen die effectief geloofden in die ene samenzweringstheorie, de QAnon-samenzweringstheorie, die zegt dat de wereld bestuurd wordt door een satanistische, pedofiele elite en dat president Trump de man was die alles ging blootleggen. En daarnaast waren er nog andere mensen die ook geloofden in een aantal dingen, die ook fanatiek en oprecht aanhangers waren van de Amerikaans president, maar het grote deel daar geloofde in online leugens en werd daardoor aangevuurd om effectief in de echte wereld een gebouw te gaan bestormen met een x-aantal doden, jammer genoeg, tot gevolg. Hoe is het zo ver kunnen komen? Is dit fake news? Nee, dit is geen fake news. Dit is fake news. Je neemt een foto, je neemt een headline en je verzint er een tekst bij en je stuurt dat de wereld in. Dat is fake news. Een vals nieuwsbericht. Zogezegd echte informatie die je in de vorm van een nieuwsartikel gaat herkauwen. In dit geval een aantal voorbeelden van Hillary Clinton. Dit is fake news. Een valse headline, een foto en je verzint er nieuws bij. Dit is pure fake news. Maar wat wij de dag van vandaag zien, is veel complexer en veel ingewikkelder dan puur fake news. Is fake news nieuw? Nee, maar het wordt wel versterkt door de technologie. En wat er bovendien de dag van vandaag nog meer aan de hand is, is een soort van, we noemen dat desinformatie-oorlogsvoering. Het is een minder catchy woord als fake news, maar vandaag is de problematiek van desinformatie veel groter dan ooit tevoren. En fake news is daar slechts een klein onderdeel van. En vergelijk het met sport. We hebben sporten, we hebben voetbal, hardlopen, wielrennen. Fake news is een discipline van desinformatie. En daar zit de clue, daar zit de sleutel. Wie zijn wij? Wij zijn mensen, wij zijn een gemeenschap. En wat maakt ons tot wie wij zijn? Dat is kennis. Kennis maakt ons tot wie wij zijn. Kennis maakt ons in staat om te leven en te overleven. En desinformatie zet dit allemaal onder druk. En daarbij komen dan inderdaad die algoritmes nog eens kijken, die ons, als we op die sociale media gaan, al maar meer van hetzelfde laten zien. Ons laten wegzakken, zoals men dat noemt, in een konijnenpijp, in een rabbit hole. Hè? Alice in Wonderland, die valt in die konijnenpijp. Ze kijkt naar boven en de bovenkant die verdwijnt verder en verder en verder weg. En dat is zo jammer. Waar is die verrijking van ons allemaal door die sociale media? En kom daar nog eens bij kijken, als je op die sociale media gaat, dat precies alle empathie verloren is. Oké, tot daar aan toe, maar wie is er verantwoordelijk voor? Wie wordt er verantwoordelijk voor gehouden wat er vandaag de dag allemaal op die sociale media gebeurt? Vraagteken. In de echte wereld zijn er waarden, normen en wetten waar we ons moeten aan houden. Waarom gelden die niet op sociale media? Hoe gaan we dit fixen? Dat is de uitdaging, dat is de grote vraag die we de dag van vandaag, ja, die we facen, om het zo te zeggen. Dat is de grote uitdaging. Make social media great again, alsjeblieft. Het is absoluut het moment.